laatste 10 jaar? Nog veel meer showbiz en theater en film en nog veel meer onmogelijkheden van ons twee. Ja, en voilà, ik kan er eigenlijk weinig aan toevoegen. Dan nog, zoals iedereen waarschijnlijk zal zeggen, op zeker 10 jaar erbij of zelfs meer. Wat is jullie persoonlijke beste herinnering aan de Rode Lopper? Eigenlijk zijn het allemaal goede herinneringen. Het is een hele toffe ploeg om mee samen te werken en een hele toffe co-presentatrice. Ja, echt mijn collega, maar dat is de macht echt waar. Ik zou iedereen zo'n collega toewensen. Ja, absoluut. En het is niet omdat ik gedronken heb of zo, hè? Nee, drink cola vanavond. De Rode Loper blaast maar liefst 10 kaartjes uit en ze vieren dat met een gigantisch feest hier vanavond in Knox. Wij beleven het wel op de eerste rij. Ik ben Zoe van Gastel en dit is Knox TV. Barbra Streisand. Feestje vanavond? Ja, het is een kleintje. Mijn collega Elise, wat vind jij van de Rode Loper? Ik vind het een heel leuk feestje eigenlijk. Ik ben er nog niet lang, maar ik vind het leuk om wel later toe te komen, dan zit de sfeer er al goed in en dan kunnen we direct goed mee doen. Wel, de Rode Loper is al 10 jaar lang toch wel het programma, ja, waar je wil inkomen. Weet je, voor BV's is de Rode Loper heel belangrijk. Ze zijn heel respectvol, ze brengen ja, correct verslag uit van wat er gebeurt. En ze brengen ook alles. Dus je bent meteen mee als je de Rode Loper opzet s'avonds. Wat ik zo vaak mogelijk doe, als ik thuis ben, zit ik altijd de Rode Loper op. Ja, dan ben je meteen mee. En dus ik vind het het showbizprogramma in Vlaanderen. Het programma! Maar ik vind dat fantastisch. Weet je waarom? Ik ben serieus, hè. Omdat die nooit negatief zijn en iedereen in hun waarde laten. Het beste aan de Rode Loper vind ik dat dat uitgezonden wordt net voor het programma dat ik elke dag doe. En dat is tegen alle mensen die naar de Rode Loper kijken, die kijken ook naar blokken. Dat is eigenlijk heel goed. Zo super kan het zijn. We zijn proficiat met de modeshow. Het zag er prachtig uit. Lang naar gewerkt? Een half jaar. Een half jaar. Nu, dus niet specifiek op deze stukken, maar men werkt uiteraard met een zomer- en een wintercollectie. En dit is de wintercollectie. Dus 6 maanden toch voor de volledige collectie tot stand komt. Barbra Streisand. Je ziet wel waarop de show geïnspireerd is, maar ik vraag het je toch, waarop is je collectie geïnspireerd dit seizoen? Ja, zeer shot, de Highlands, met veel checks. De silhouetten zijn zeer city, maar de stoffen maken het natuurlijk zeer country. Het is ook onrechtstreeks een ode aan mijn vader die overleden is, die een groot fan van Schotland was, ook en een grote passie had voor Schotland. Ben je er zelf vaak geweest dan? Ik ga regelmatig vliegvissen, ja, toch 2 keer per jaar ga ik naar Schotland. En dan draag ik ook effectief de kills. Hier lijkt dat zeer fashion, maar in Schotland dragen de jeugd die daar woonde voor is dat de normaalste zaak. Wat vind je van de Rode Loper? Onvoorstelbaar. Als je ziet dat de jeugd allemaal zo naar mij komt. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. En een Schotse rok, daar mag je niks onder dragen. Nee, inderdaad. Zeg, op een podium is dat wel spannend. Op een podium is dat wel spannend. Ja, ja, uiteraard. Dat is de uitdaging, ja, voor die jongens. Fout, dat is fout, dat is flauw. Melvin. Aangenaam. De rode lopen, niet de blauwe lopen. Melvin, aangenaam nog eens. Collega. Dat is rood. De Knox is bijna helemaal afgebroken, denk ik. Het was een geslaagd feest. We hebben veel bekende koppen gezien. Veel tevreden mensen ook. En het gaat nog even verder duren, denk ik. Op naar de volgende 10 jaar rode loper. En ook naar de volgende avond in Knox. Woo!